16-jarige leeftijd. Ja. Dus ik was bijna 16, toen ben ik slechtziend geworden. Ja, 1-2 weken tijd ongeveer, dat is van 100% naar 5% gegaan. En dat is, dat is een heel harde klop. Gewoon een stuk teamwork, ja. Uiteindelijk. Dat was ook het mooie met ik en mijn. Ik bedoel, we weten van elkaar wat we wel en wat we niet kunnen. Ja. En daarin ondersteunen we elkaar. En daarin ben ik Nick ook heel erg dankbaar. Hey, goedemiddag. We zijn net aangekomen bij Karp Insula. We gaan hier 3 nachten vissen, waarbij we de eerste nacht een 24 uur challenge gaan doen. We zijn hier met de mannen van BNS. We gaan zo meteen starten met het uitkiezen van de stekken. Daar komen jullie zo meteen op terug. We gaan nu de stekken loten, hebben we op voorhand nog niet gedaan. Dus dat betekent dat Dries zo meteen de oranje pop-ups gooit. Ik gooi de paarse pop-ups. Daar staat een mooie emmer. Gaan we kijken wie het dichtst in de buurt kan komen en die mag als eerste stek kiezen. Ik ben Ronnie Verhofstadt, ik ben 41 jaar oud en ik vis eigenlijk al mijn hele leven. Op 16-jarige leeftijd ben ik helaas slechtziend geworden. Dat betekent dat ik nog voor 5% zicht heb. En in deze video willen wij jullie ook graag laten zien dat je ook met een beperking en met de hulp van goede vrienden toch je passie kan blijven uitoefenen. We hebben dus wat ik ga doen. Ik zet een bril op die voor één kant helemaal afgetekend is. Dus die zet ik vanaf nu op. Dus ik heb eigenlijk dezelfde beperking als Ronnie. Dus vanaf nu staat het gelijk en dan gaan we het zien wie er wat meer de jongen is. Ja! Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben Ronnie en ik gewonnen met de pop-up challenge. Dat betekent dat wij stek mogen kiezen. En wij hebben besloten dat we graag voor min pool gaan. Dus dan gaan wij lekker knallen op frenzy, maat. Hè? Zeker, dat komt goed, jongen. Laat eens kijken. Entek, bedankt voor het richtpakket. We gaan proberen er mooie bakken mee te vangen. Leeftijd. Ja. Dus ik was bijna 16, toen ben ik slechtziend geworden. Dat is een erfelijke aandoening die je met de geboorte heb je die al maar pas op latere leeftijd dan uitzicht dat was. Ja. Dus ik heb eigenlijk tot mijn 15e altijd goed gezien. En toen was het in 1-2 weken tijd ongeveer dat het van 100% naar 5% is gegaan. En dat is een heel harde klap op dat moment, want je bent 16 jaar en je mag een scooter gaan rijden, brommen gaan rijden, rijbewijs wat in het verschiet ligt.
Ja, en dat zijn dan dingen die, die niet meer mogen, zeg maar. Ja, dat is wel even een klap in het gezicht, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen, zoals een reality check. Ja, 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 klopt. Want, eigenlijk wat je natuurlijk zegt, je komt daar in een bepaalde leeftijd dat je inderdaad dingen gaat ontdekken. Om het maar eventjes zo te zeggen. Ja, ja, ja. Maar vissen deed je wel al? Ja, 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 ik deed al vissen. Ja. Ik ben, mijn opa, dat was, zoals velen van ons, dat was een gepassioneerd visser. Ja. Dus ik ging regelmatig met opa mee, dat was dan een zeevisser, maar dan samen met opa mee en zodoende aangestoken met het visvirus. Uiteindelijk zelf een hengeltje gekregen en eerst op vogeltjes gevist, zoals velen van ons, witvis. En toen de eerste karper aan de lijn kwam, toen was ik gelijk verkocht. Toen heb ik een aantal jaren wel echt fanatiek op karper gevist. Ja. Voornamelijk veel struinend, dus met korstje en met fietsje overal langs. En dat was totdat ik slechtziend werd, was dat wel een grote passie van me. Ja. Want ben je daarna direct overgegaan om statisch vissen, na, zeg maar? Want ja, je zicht gaat natuurlijk dan in dit geval achteruit. Ja. Dat is iets, daar had je waarschijnlijk toen veel meer moeite mee als nu ondertussen. Ja, want dat is natuurlijk van de een op de andere dag. Ja, nou, op dat moment ben ik eigenlijk helemaal gestopt met vissen. Ja. Want ja, je komt in een bepaalde molen terecht van medische onderzoeken van wat is het? Want ze wisten in het begin ook nog niet wat het was. Dus je komt in die malle molen terecht van onderzoeken. Je moet je eigenlijk sowieso aanpassen in het dagelijks leven. Ja. Dus eigenlijk alles wat voorheen normaal was, was dat toen niet meer, zeg maar. Dus je moest je eigenlijk helemaal gaan aanpassen. En toen had ik zoiets van, ik weet niet of het me überhaupt nog gaat lukken. En ja, ik had toen niet de kracht, zeg maar, om het op te gaan pakken, zeg maar. Nee. Ik had op dat moment andere dingen om het dagelijkse leven, zeg maar, gewoon weer op de rit te krijgen. Met school, ik moest naar een andere school toe, omdat je schoolboeken kun je niet meer lezen. Nee. Dus je moet naar een speciale school voor mensen met een visuele beperking. Ja. Dus ja, er waren heel veel veranderingen op dat moment, waardoor het vissen echt... echt naar de achtergrond verdwenen. Een laag pitje. Ja, ja, ja. En hoe komt het dan dat je uiteindelijk alsnog weer terug in het bootje bent gestapt, letterlijk? Ja, 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 ja. Kijk, uiteindelijk dan zie je toch weer bepaalde kennissen, vrienden, dat die aan het vissen zijn. Dan gaat het toch weer kriebelen. Nou, dan ga je toch weer eerst één hengeltje kopen om te kijken van, lukt het nog? Ja. Nou, je gaat aan de gang met statisch vissen, zoals je al zei. Nou, dat bleek voor mij dus schot in de roos te zijn, omdat ik niet meer hoefde te turen naar een dobbertje of naar een korstje op het water. Nee. Dus dat was perfect, alleen je moest wel het knopen, dat ging niet meer. Het knopen van onderlijnen, het knopen van leaders, dat is gewoon te klein en te gedetailleerd om, om echt goed te kunnen. Dus ik ben toen op zoek gegaan naar kant-en-klare materialen. Dus ja, tegenwoordig zijn er gewoon hele goede kant-en-klare producten op de markt, zowel leaders, onderlijnen. Dus ik ben toen weer zachtjes aan begonnen. En dat beviel weer zo goed en die passie die kwam weer helemaal terug. Ja, en nu staat onderhand heel de schuur vol met mijn visspullen. Dus, ik denk sowieso dat we met z'n allen in de hengelsportwereld er allemaal mee bezig zijn om het voor mensen met een... Ja, het is voor mij heel lastig, want ik ken je natuurlijk ook van naast het vissen en gewoon zeg maar de socials die we al eerder hebben gedaan. Dus ik zie het ook niet bij jou als een beperking, omdat ik weet hoe makkelijk, ik wil niet zeggen makkelijk, maar hoe jij ermee omgaat, dat is heel anders. Dus dat is voor mij, ik vind dat heel tof om te zien. Ik vind het ook heel tof om te zien dat bijvoorbeeld een Nick, waarmee jij nu dan op de stek zit, dat die jou ook echt, in dit geval bij je hand pakt. Ja, zelfs letterlijk. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ja. ik vind die chemie die ontstaat en dat soort zaken, dat is gewoon heel erg tof. Ja, ja. Het is ook gewoon een stuk teamwork, uiteindelijk. Dus ja, en dat was ook het mooie met Nick en mij. Ik bedoel, we weten van elkaar wat we wel en wat we niet kunnen. Ja. En daarin ondersteunen we elkaar enorm. Ja. En daarin ben ik Nick ook heel erg dankbaar voor. Snap ik. Ja, zeker weten. En dan de laatste vraag. Hoe moeilijk denk jij dat Brizes heeft vandaag? Want ja, die wordt natuurlijk... Ja, ik denk dat Brizes het heel moeilijk heeft. Ik bedoel, zeker als je niet gewend bent om minder te zien. Ja. Ja, en als je dan in één keer zo'n bril opgezet krijgt en doe het maar heel de dag zo. Ja, ik denk dat Brizes het wel lastig heeft. Maar ik vind het wel mooi. Om het zodat hij een keer kan ervaren hoe het voor mij is, zeg maar. Het is altijd lastig om de situatie na te bootsen, maar ik denk ook dat het een mooie gelegenheid is vanuit ons, vanuit BNS, om te kunnen laten zien aan mensen met een beperking, die vroeger ook misschien die passie hadden met vissen, dat wij toch kunnen laten zien dat je door samen te werken of bepaalde hulpmiddelen, dat je toch je hobby verder kunt uitvoeren en toch je plezier erin kan hebben. En dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, ik ga hem gewoon afsluiten zo, want ik zie de twinkeling in je ogen. Je geniet hier echt van. Dat is ja, zeker. Tof. Daar geniet ik ook van. Ja, dus ja. Ik vind het hartstikke mooi. Dus, tof man. Ja, super. Laten we er wat moois van maken. Hopen dat er een vis uitkomt. Ja, zeker. Gaan we doen. Hey, wat is dat nou? Is dat nou het mooie pakketje van Entech wat hierin zit? Zullen we eens even kijken. Ja. Kijk eens even. Kijk eens aan. Onze mooie rikspultjes voor vandaag. Lekker bezig met snijden van de uitjes. Stan is bezig met bakken van de hamburgers. Hengeltjes liggen in. Alles staat klaar. Tentjes staan klaar. Nu is het eigenlijk het enige waar we nog op moeten wachten. Is een aanbeet. En dan uiteindelijk een mooie vis. Ja. Dat. Ik ben lekker hamburgers aan het bakken. Leuk hoor. Lekker. Kent u wel hoor? Kulke. Zeker. Zoals je ziet, het is 9 uur, lekker donker, het begint al heerlijk fris te worden. Vandaag helaas nog geen vis op de mat gehad. We hopen dat er vannacht eentje afgaat natuurlijk, hè Bries. Op welke hengel, dat is nog de vraag. Ik hoop natuurlijk op die van mij, want dan kan ik hem lekker drillen. Eerste visje van het water hier. Bries heeft hier al natuurlijk eens een keertje gevist. Dus wat zeg jij voor vanavond, Bries? Nou, ik denk dat er twee vissen uitkomen. Twee vissen. Eerst is die voor mij. En dan is je voor jou. Dat zou ik voor tekenen, zeer zeker. Hopelijk tot middernacht, dan we een visje op de mat hebben. En anders wordt dat morgenochtend bij het ontbijt. Morgen. Deze liep er gewoon vannacht lekker vandoor. Onze eerste vis van de sessie. Hopelijk nog eentje erbij. Morgen boys. Maak je een visje van jongen? Ja zeker. En jullie? Dat is lekker groen achter, dat wel. Ik ruik de winst al. Wacht maar jongen, deze gaat horen. Nou, beste kijkers, de eerste 24 uur van de social zitten erop. Op Minpool hebben we één visje kunnen vangen. Op Frenzy hebben ze helaas niks gevangen. Nou ja, vertel maar verder. Ja, het was een pittige nacht, heel koud. Helaas geen vis uitgekomen, maar we hebben nog 2 dagen te gaan. Dus ik weet zeker dat er nog wat uit gaan komen. We willen graag Baitstar bedanken voor het accupakket, voor op de handzender van de boot. Daar hebben we veel profijt van gehad. En Entech voor de richtpakketten voor beide teams. Ja, heeft zijn werk gedaan, want we hebben, tenminste, zij hebben op Minpool een mooi visje kunnen vangen. En daar willen jullie graag bedanken en zien jullie bij de volgende.